Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Henk de Jong, even over gisteravond, Go Ahead Eagles. Heb je er spijt van dat je zoveel gewisseld hebt? Nee, helemaal niet. Want dat had betekend dat zondag Robert Muren bij wijze van spreken niet speelde. Dus ja, dit zijn keuzes die je maakt. Ik sta achter die andere jongens, 100%. Sommigen hebben nu hun tweede wedstrijd in 4 maanden, dat weet ik. En dat zie je ook, hè. Dat is allemaal lastiger in een opbouw, in vastigheden is er niet. Maar dat hebben ze keurig gedaan. We hadden een gelijkspel moeten halen, hè. Maar daar heb je niks aan in de beker. Dan komt er een verlenging achterna. Maar ik heb er geen enkele spijt van, geen seconde. En als mensen dat wel vinden, dan heb je niet helemaal door wat er gebeurt als je Muren en al die jongens zondag er niet bij hebt. Ja, want het lijkt wel of jullie de beker dan iets minder belangrijk vinden. Nee, ik vind de beker belangrijk, maar met andere jongens. En hebben ze ten eerste verdiend. Maar nogmaals, wat ik net zei, dan moet je incalculeren 2,5 dag verder dat andere jongens niet spelen. Is het verantwoord om zo kort op elkaar te voetballen? Nee, dat is niet verantwoord. En dat komt omdat we eigenlijk alle ploegen die hebben 5, 6 maanden niet gevoetbald. Dus je ziet het ook bij PSV, de trainer haalt er 5 uit. Andere ploegen spelen ook met andere jongens. Ja, dat moet je gewoon in die dubbele programma's. We hadden laatst, doordat die wedstrijd van PSV eruit ging, moesten we ook weer een dubbele spelen. Ja, daar hebben die jongens veel last van gehad. En dat komt nog steeds uit die 6 maanden niet voetballen. En daar moet ik op passen. En daar ben ik voor. Ja, en als mensen de problemen hebben, het moet. Is dat dan ook de reden dat het spel wat minder flitsend is misschien? 100%. 100%. En andere ploegen hadden dat in het begin van de competitie wat. Wij hebben dat wat wisselend. Nou, het is heel normaal, maar dat krijgen we er ook wel weer in, hoor. Dat gaat wel weer lopen. Ja, want ondanks het verlies gisteren had het ook zomaar andersom kunnen zijn. Ja, ik vond zeker ook het laatste. Toen gingen ze weer helemaal inzakken. Deden we het heel goed. Kregen we kansen. En dan moet je eigenlijk benutten. En dan kreeg je nog weer 3, 4 kansen tegen een ploeg die helemaal inzakt. Maar ik vond het verder gewoon een leuke wedstrijd. En als je dan een keer verliest, nou ja, klaar. En dat is vervelend, want ik wil ook door in de beker. Maar nogmaals, ja, ik vond het een terechte keus met alles wat we hebben gehad met de corona en niet voetballen. Moest het op deze manier. Ja, laatste wedstrijd komt eraan, Excelsior. Ga je dan weer gewoon met het team spelen wat normaal de competitie speelt? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik moet even afwachten wat er allemaal fit is. He, want ook de jongens die gisteren in moesten vallen hebben toch wat tikjes gehad. Dat zul je altijd zien. He, maar we gaan gewoon daar spelen met een vaste ploeg waar we bijna altijd mee spelen. En de jongens die gisteren hun minuten weer hebben gemaakt, die hebben dat ook in de benen zitten. Dus ook die bank is weer beter geworden. En dan Excelsior, ja, goed gepresteerd in de beker tegen Zwolle. Ja. Verder wat wisselvallig, wat verwacht jij ervan? Nee, Marinus heeft de boel wat veranderd en dat snap ik 100%. Die speelt met 5 verdedigers en dat deden ze goed. Dus dat zal ook niet een makkelijke wedstrijd worden. We hebben geen makkelijke wedstrijd, maar dat is ook weer... Je moet op je kansjes wachten en die komen er. Maar dan moet je ze benutten. En op de counter. Misschien spelen ze nu heel hoog, hè? Ik weet het niet. Hè? Dat zien we wel. Maar je moet het goed dicht houden, maar je krijgt zelf altijd je kansen. Altijd. En de topscorer in de gelederen. Ja, klopt. Die jongen doet het goed. Is goede spits. Snelle jongen. Vond hem altijd al aardig goed, hoor. 2 jaar terug ook al in de Eredivisie speelde we het een. Was je er ook al. Goeie speler. Lekker snel voor die goal. Maar klaar. Dat moeten we tegenhouden. En daarna vakantie? Nou, we hebben de maandag nog trainen. Dan hebben we even een paar dagen lekker rust. Starten weer op. Direct weer met testen. Hè, want de jongens gaan even naar huis. De Franse socies kunnen niet naar Frankrijk. Ja, want dat is oranje, want dan moeten ze 10 dagen in quarantaine. Maar dan komen we, dan gaan we eerst testen, snel testen, dat we geen corona hebben. Ja, en dan gaan we lekker weer los en dan begint het weer, 3 januari. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hebt best wel een lange periode nu gespeeld, dat je ook al aan vakantie toe bent. Ja, die jongens zijn er ook aan toe. We zijn begonnen in juni weer, hè. Daarvoor steeds wel doorgetraind, juni weer. Nu 6 maanden. Je ziet het ook aan. Je ziet het er ook aan. Hè. Wij spelen altijd in de hoogste versnelling, we geven hoog druk. Ja, en dat vergt toch een hoop. Hè? Maar het levert ook een hoop op, want we hebben 40 punten al. En wat gaat trainer Henk de Jong doen in de vakantie? Lekker thuis, kerstfilms kijken. Lekker, 's morgens vroeg televisie even lekker aan, dan even lekker fietsen. En gewoon rust. Geen voetbal, gewoon rust? Nou, ik kijk wel eens een wedstrijdje wat er is, maar niet te veel. Nee, gewoon even niks. Lekker, man.